KTM RC390 als basismotor. Een motor die iedereen gewoon ook op straat kan kopen en bereiden. Met wat aanpassingen om ermee te gaan racen. Met als doel financiële laagdrempelige klasse geïntroduceerd dit jaar. Om toch jeugdige rijders, maar ook eigenlijk rijders van alle leeftijden de kans te geven om met een grote circuitkennis te maken. Hi, ik ben Dianne Geesing, ik ben 20 jaar. Ik heb hiervoor Brommer Racing gedaan en daarna twee jaar Yamaha R125 Cup. En nu rijd ik in de KTM Cup met startnummer 20. Wie sta je ervoor? Ik ben Robert Schotman, ik ben 16 jaar. Ik race mee in de Red Bull Rookies Cup en daarnaast doe ik nu de KTM 390 Cup. Om goed te kunnen trainen voor de Red Bull Rookies Cup. Hey. Hallo, ik ben Ryan Vos, ik ben 15 jaar. En dit is mijn eerste jaar op de KTM en op de motor. Dus. Dat goed. Ja. Stel je even voor. Hoi, ik ben Albert Mulder van KTM Nederland. En ik ben 32 jaar oud al. En ik ben dus een van de senioren bij de KTM RC390 Cup. En voor mij is het eerste jaar om te racen. En tot nu toe bevalt me dat zeer. Ja, ten slotte de laatste man in het rijtje. Stel je even voor, en wat is jouw rol in de RC390 Cup? Joey Letjes, 25 jaar. Coach, coördinator van de KTM RC Cup, voormalig internationaal wegracecoureur. Helaas moeten stoppen vanwege een zeer ernstig ongeval, maar mijn passie niet verloren en die probeer ik over te brengen naar de jeugd.